En om even er met z'n allen in te komen, wil ik graag beginnen met een tweetal polls. Geef jullie ook allemaal even de mogelijkheid om te zorgen dat het geluid en zo thuis of op kantoor goed werkt. Dus ik zou graag willen vragen of de eerste poll op het scherm komt. Als het goed is, krijgen jullie dat als een pop-up. Omdat we even willen weten waar iedereen werkzaam is. Dus de eerste pollvraag is, waar bent u werkzaam? Ja, daar zijn ze. Kijk, nou een hele mooie verdeling volgens mij. Dus we hebben eigenlijk uit alle bloedgroepen die aan zet zouden kunnen zijn, bij ons vandaag. En ook nog een groep anders. We hebben helaas geen tijd om uit te zoeken wie dat dan zijn. Maar ik denk dat het een hele mooie brede vertegenwoordiging is. Dan gaan we over naar de tweede poll. Als het goed is komt weer automatisch bij jullie in beeld. En de vraag is, vind je dat er rekening gehouden moet worden met verschillen tussen ouderen met en zonder migratieachtergrond? Nou, gaat weer hetzelfde als iedereen geantwoord heeft. Dan komt vanzelf, als het goed is, de antwoorden in beeld. Dus daar wachten we even een paar seconden op. Daar is die al nou. 1% nee en 99% ja. Dat toont maar weer aan dat we de komende 2 uur echt iets met elkaar te bespreken hebben. En daar gaan we ook snel mee door. Ik geef nu graag het woord aan mijn directe collega bij VAUS, Jennifer van den Broeke, die heel kort zal toelichten wat ook alweer het doel van de bijeenkomst vandaag was. Nou heb ik Peter in beeld, dus we moeten even zorgen dat we Jennifer in beeld krijgen. Oh, misschien moet ik gewoon beginnen met praten. Ja, nu kom je in beeld. Ja, dankjewel Leon. Heel kort, we zijn hier bij elkaar omdat we 2 jaar geleden begonnen met zogeheten regionale werktafels. Min of meer om eens te kijken wat er allemaal in het land speelt op het gebied van inclusieve ouderenzorg. Breder dan dat wonen, welzijn, publieke gezondheidszorg. En we kwamen een mooie initiatief tegen, ook veel vragen. En daar zijn we het jaar erop vanuit VAROS mee verder gegaan. We hebben in een aantal trajecten meegelopen, ook Platform 31, onder andere in een van de projecten betrokken. Daarmee komen we straks nog terug in de breakout rooms. En nu is het tijd om eigenlijk weer het woord aan de regio's te geven en aan alle partijen die hier inderdaad aan zet zijn. Dus vandaar deze middag. Dankjewel, Leon. Dankjewel, Jennifer. Ik hoor dat er een aantal mensen wat geluidissues hebben. We werken er hard aan om dat te voorkomen. Hopelijk was het even een tijdelijke storing in het geluid bij de mensen waar die even haperde. Dan gaan wij wel snel door met het programma. We hebben nu 2 korte, maar krachtige keynote speeches, waarna we een panelgesprek zullen doen. Maar als eerste wil ik graag het woord geven aan Peter Kruithof, werkzaam als afdelingshoofd bij de directie Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een mond vol. Peter, ik denk dat als jij gaat praten, dat je als vanzelf in beeld. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zie mezelf in ieder geval wel in beeld. Dus dat zou een indicatie kunnen zijn dat het goed is. Bedankt voor de uitnodiging in ieder geval. Ik had zelf ook wat vertraging in het geluid. Dus ik zal proberen er inderdaad een korte pitch van te maken en zo helder mogelijk te spreken. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Ik zal heel kort, en ik heb 10 minuten, dus dat ga ik denk ik wel redden, in ongeveer 10 sheets jullie meenemen in de uitdaging voor de ouderenzorg van de toekomst. Ik ben dus inderdaad afdelingshoofd bij directie Langdurige Zorg. Ik doe daar heel veel dossiers. Misschien in relatie tot dit webinar het meest belangrijk dat ik ook me bezighoud met de nationale dementiestrategie. En van die hoedanigheid ook bezig ben met het beleid in de langdurige zorg. Mag die naar de volgende sheet? Ik neem jullie mee in een aantal cijfers en ontwikkelingen. Dat gaat best rap in 10 minuten. Dus ik heb iets ingedikt uit een pak van ongeveer 160 sheets. Waar ik jullie uiteraard niet mee wilde bemoeien.
of belasten, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Maar die seats zijn wel allemaal te vinden op de website van Waardigheid en Trots. Die zijn namelijk tot stand gekomen door de dialoognota ouderenzorg die is geschreven. En ik dacht misschien voor dit webinar wel goed om even te kijken van hoe groot de uitdagingen voor de toekomst eigenlijk zijn op een aantal terreinen. Dus dat doe ik even aan de hand van cijfers en getallen. En daarna zal ik in één sheet, en die zal ik dan niet toelichten, maar verwijs ik jullie vooral naar die website, meenemen in welke opties er eigenlijk zijn vanuit het ministerie voor beleid. En ik zal het doen aan de hand van deze vijf terreinen. Die zal ik niet nu opzoomen, maar laten we snel gaan naar de volgende sheet. Dan begin ik even bij, misschien wel de meest schokkende of meest bekende uitdaging voor de toekomst, is namelijk dat er in verhouding tot het aantal werkende mensen steeds meer ouderen komen. En ik vind zelf altijd, als je deze cijfers ziet, toch wel weer indrukwekkend over hoe groot die uitdagingen zullen zijn. Van nu 1 op de 5 mensen die 65 plus is, naar in 2040 1 op de 4. En van nu 1 op de 21 80-plusser, naar in 2040 1 op de 12. Nou, dat zijn natuurlijk gigantische verschillen waaruit blijkt dat we snel zullen moeten handelen om ook ervoor te zorgen dat in de toekomst de zorg op orde blijft. Mag die naar de volgende sheet? En je ziet hier ook eigenlijk dat die, wat wij noemen de grijze druk, dus het aantal 65-plussers in verhouding tot de beroepsbevolking, dat die ook lokaal eigenlijk heel wisselend wordt verdeeld. Dus je ziet hier nu een beeld van 2020, 2030 en 2040. En dan zie je eigenlijk dat het over het geheel van Nederland enorm toeneemt, maar zeker ook regionaal verspreid. Dus dat is ook nog een uitdaging die niet alleen landelijk speelt, maar soms in regio's nog veel sterker zal gaan. Mag die ook naar de volgende? Nou, en daarmee samenhangt natuurlijk de ontwikkeling van de zorgvraag. Dus de zorgvraag zowel thuis als in het verpleeghuis stijgt enorm. En ik heb eigenlijk hier een grafiekje laten zien van de groei van de WLZ-zorg, de WMO-zorg en de wijkverpleging. Het hoeft niet verder toelichting, maar je ziet eigenlijk dat alle drie vormen van zorg enorm zullen stijgen in de komende periode. En waarschijnlijk dat er ook veel minder mantelzorgers beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in verhouding tot het aantal mensen met dementie. Mag je naar de volgende sheet? Dus dat is niet alleen de vraagkant, zeg maar, dus hoeveel mensen er zorg nodig hebben. En dat betekent ook een enorme uitdaging voor het aanbod. En het aanbod heb ik even gesplitst in beschikbare beroepsbevolking, maar ook gewoon letterlijk de bakstenen. Dus hoeveel beschikbare plekken zijn er in de toekomst nodig? Nou, als je die cijfers ziet, dan zie je ook dat ook daar, en daar komen we waarschijnlijk later in het webinar nog wel over te spreken, dat daar enorme uitdagingen liggen. Je ziet hier eigenlijk de huidige beschikbare capaciteit. Dan heb ik het even alleen over de WLZ, dus op de wet langdurige zorg, ten opzichte van de benodigde capaciteit in 2040. En daar zie je eigenlijk dat we in 2040 zo ongeveer 260.000 plekken nodig hebben. En dat betekent het realiseren van 110.000 extra plekken. Nou, dat is in een periode van een kleine 20 jaar een enorme uitdaging, omdat er niet alleen voor ouderen, maar eigenlijk bevolkingsbreed een enorme toename zal zijn van de vraag naar woningen en beschikbare plekken. Mag u naar de volgende sheet? Dit is nog een expliciete uitname naar niet meer de capaciteitskant, maar naar de kostenkant. Dus hier zie je een plaatje voor de stijgende zorguitgaven voor 65-plussers. En die is dan even uitgesplitst naar de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg en aanvullende verzekeringen en eigen bijdrage. En daar zie je ook dat de zorgkosten enorm toenemen. Van ongeveer 5% nu van het bruto binnenlands product naar 6,5% in 2040. Het leidt niet alleen tot veel extra uitgaven, maar zal ook in de toekomst leiden tot vragen rondom solidariteit. Dus hoeveel is men bereid te betalen voor de ouderenzorg? Maar ook vragen rondom solidariteit tussen ziek en gezond en tussen jong en oud zullen steeds meer gaan toenemen. Mag die naar de volgende sheet? En hier zie je nog een keer de trends in de beroepsbevolking. Dus hier zie je ook dat het potentieel aantal mensen wat in de zorg kan gaan werken de komende periode zal gaan dalen.
Dat is nu ongeveer zo'n kleine 60% en dat zal naar een ruime 50% gaan in 2040. Maar ook daar zijn er grote regionale verschillen. Dus bijvoorbeeld in de grootstedelijke gebieden zal er nog een behoorlijk potentieel zijn aan mensen die in de zorg kunnen gaan werken. Dus het aantal 20 tot 64-jarigen in de bevolking. Maar in de wat meer regionale gebieden zal dat eigenlijk al een stuk lager zijn. En daar zal die uitdaging nog groter zijn. Dan mag hij naar de volgende sheet. En hier zie je nog een plaatje eigenlijk hoe zich dat dan vertaalt in de mogelijk te ontstaan tekorten per branche. Ik denk dat de cijfers vrij klein zijn. Maar als je kijkt naar die grote oranje balk, dat is de belangrijkste. Dat gaat over de sector verpleging en verzorging. Daar zie je eigenlijk dat er als gevolg van al die ontwikkelingen die ik net schetste, een enorm tekort zal zijn aan mensen die moeten werken in verpleging en verzorging om aan al die vraag te voldoen. En dat is denk ik, nou ja, als ik kijk naar de gehele toekomst, wel een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Namelijk, hoe kunnen we zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar blijft om aan al die zorg en toenemende zorgvraag te kunnen voorzien. Mag u naar de volgende. En last but not least, de voorgaande ging alleen eigenlijk over professionele zorg. En hier zijn ook nog een aantal cijfers weergegeven over de mantelzorg in Nederland. En daar zie je eigenlijk aan dat er in Nederland best wel veel mantelzorg wordt geleverd. Maar dat ook de komende 10 jaar als gevolg van al die demografische ontwikkelingen er ook steeds minder mensen in staat zullen zijn om mantelzorg te kunnen leveren. Omdat gewoon de leeftijdsgroep waarin mensen mantelzorg verlenen eigenlijk kleiner zal worden, die populatie, ten opzichte van het aantal mensen wat mantelzorg nodig heeft. Mag die naar de volgende sheet? Nou, de conclusies, het zijn wat kleine letters, maar die zijn dus allemaal na te lezen op de site die ik zo nog een keer zal herhalen. Dat zowel aan de ontwikkeling in de zorgvraag en de capaciteit, betaalbaarheid, maar ook de beroepsbevolking en de mantelzorg, al die trends samen, die zorgen er eigenlijk voor dat we voor een enorme uitdaging staan de komende 10 en 20 jaar. Om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar is om aan alle zorgvragen te voldoen. Nou, daar hebben we binnen VWS natuurlijk ook heel goed over nagedacht. En zijn we met alle partijen uit de zorg over aan het spreken. En we zijn ook bezig met een nieuw regeerakkoord tot stand aan het brengen om daar aantal beleidsopties in terug te laten komen. De volgende sheet laat eigenlijk in een vogelvlucht zien welke beleidsopties we hebben. Ik zal daar nu niet allemaal op ingaan, ook gezien de tijd. Wat ik voor nu wilde, is dat jullie vooral allemaal zicht hebben op hoe groot die uitdagingen zijn. Ook met het oog op de rest van het webinar. En vooral ook eens te kijken op de dialoognota ouder worden op de site van Waardigheid en Trots. Waarin je dan eigenlijk ziet van hoe wij als VWS nadenken over de beleidsopties die er zijn om al die uitdagingen het hoofd te bieden. En dat zijn er dus verschillende. Dat gaat vooral over wat kunnen we zelf nog, over wie zorgt er voor mij en waar woon ik. En onder al die grote kopjes zijn eigenlijk verschillende opties geschetst van de knoppen waaraan we kunnen draaien. Dat was heel in het kort mijn pitch, die hopelijk een kleine inzicht heeft gegeven in de opgave waar we met me allen voor staan als het gaat om vergrijzing en zorg voor oudere mensen. Dankjewel Peter. En keurig op tijd, kan ik niet anders zeggen. 10 slides en 10 minuten. Dus dat is super fijn. Ik hoop dat het geluid langzaam beter wordt voor de mensen die storing hadden. Ik zag net nog de vraag of de presentaties worden gedeeld. En dat zal zeker aan het eind het geval zijn. Dan wil ik nu graag de ruimte geven aan Lucia Lameiro Garcia. Zij is coördinator van NOOM, het netwerk van organisaties van oudere migranten. En zij zal ook een kort pleidooi bij ons komen houden. Dus de vraag aan de techneuten om haar in beeld te brengen. Wellicht als je gewoon begint te praten, dan gaat het vanzelf. Ja, hele goede middag. Ik ben benieuwd of ik goed te horen ben. Oké. Het is altijd even spannend. Met name omdat ik de uitdaging, of ik, wij, vanuit het netwerk NOOM, de uitdaging die net door Peter Kruithof is verwoord, nog veel en veel meer voelen.
En dat komt door de specifieke groep waar netwerk NOOM voor staat, de oudere migranten in Nederland. En laat ik maar meteen heel helder stellen, dat zijn niet alleen de ouderen met een niet-westerse achtergrond, maar het gaat om de ouderen met een migratieachtergrond. En met name zij die in een kwetsbare positie, zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat zijn er nogal wat. Dat is niet de hele groep van 350.000 55-plussers die er nu zijn in Nederland met een migratieachtergrond. Die binnen nu en 10, 15 jaar zal verdubbelen. En tegen 2050 ongeveer uit 1 miljoen mensen zal bestaan. Maar het gaat wel over het meest grote deel van deze groep. Die door een samenloop van omstandigheden en van kenmerken zich in een bijzonder kwetsbare positie bevindt. Daarbij gaat het om hun gezondheid, die aantoonbaar in een eerder stadium al slechter is dan bij hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Maar het gaat ook om zaken als hoe zit het met hun beheersing van de Nederlandse taal, de weg kunnen vinden. Hoe zit het met waar wonen zij? Hè? Wonen zij in woningen die toekomstbestendig zijn? Maar het gaat ook om de vraag, wat voor zorg zouden zij willen hebben? En op dit moment zien wij dat op al die factoren zij dusdanig negatief scoren, dat er echt een urgentie, dat wij een urgentie voelen, waarvan wij ons afvragen of die ook wel door anderen wordt gevoeld. Ik ga nu iemand aanhalen, misschien verbazendwekkend dat ik daarmee kom. En dat is namelijk Henk Kamp, voormalige voorzitter van Actis, die nog in mei in Trouw een oproep deed aan de kabinet, aan de formateur moet ik zeggen, waarin hij zei van er is een radicale focus nodig op de behoeften van ouderen en zijn omgeving. En hij stelde daarbij een aantal vragen van waar moeten we als samenleving een antwoord op bieden. En dat zijn vragen als welke kwaliteit van zorg voor ouderen we kunnen en willen blijven bieden. Welk beroep we op de ouderen zelf en hun netwerken kunnen doen. En welke mate we professionele zorg verwachten. En hoe concretiseren we onze waardering voor mantelzorgers. Volgens mij slaat hij met die vragen de spijker op zijn kop. Want dit zijn zaken waar wij ons zorgen over maken. Over de kwaliteit van zorg en hoezeer die zorg wel of niet past bij ouderen die toch een iets andere behoefte hebben. Welk beroep je kan doen op die ouderen en op hun netwerken. De beroep op de ouderen, ook al zijn ze lager opgeleid, ook al spreken ze de Nederlandse taal niet. Dat wil niet zeggen dat zij niet in staat zijn om een aantal dingen zelf te organiseren, zelf te doen. Maar ze hebben daar wel steun bij nodig. Dat geldt ook voor die netwerken, want we zien gelukkig overal in het land initiatieven ontstaan. Vanmiddag zult u daar ook enkele voorbeelden van zien. Bijvoorbeeld Zeilai Dali, die al een tijdje bezig is om cultuurspecifieke zorg aan te bieden. Maar het is nog veel en veel te weinig. Als je ziet dat ook juist deze groep ouderen veel meer kans maakt om met dementie in aanraking te komen. Om dus de komende jaren extra zorg nodig te hebben, waar die mantelzorgers niet altijd of niet zomaar toe in staat zullen zijn. Dus daar zullen wij met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dat doen met al die cijfers en uitdagingen die Peter Kruithof net noemde. Maar er zit nog een vraag daaronder. En deze ouderen met een migratieachtergrond zijn ook kwetsbaar vanwege hun financiële positie. Het feit dat 70-80% van deze ouderen met een laag inkomen te maken heeft, vanwege een gekort AOW, vanwege niet de weg weten te vinden naar allerlei inkomensondersteunende voorzieningen, maakt dat zij van een heleboel voorzieningen ook te weinig gebruik of geen gebruik kunnen maken. Dat heeft invloed op hun gezondheid, dat heeft invloed op hoe zij aan de samenleving kunnen deelnemen.
Maar het heeft ook inderdaad invloed of zij gebruik kunnen maken van een passende woning of zij naar een zorginstelling kunnen. Dus al deze zaken zien wij hier en daar dat in de politiek daar aandacht voor is. We zien daar allerlei organisaties pleiten, onder andere VAROS zien we pleiten voor meer aandacht. Maar wij zien nog niet op korte termijn dat daar die oplossingen zullen komen. Ik denk dat wij het als samenleving verschuldigd zijn om juist naar de meest kwetsbare groepen om te kijken. Of zij nou wel of niet een migratieachtergrond hebben. Ik denk dat wij, organisaties, de tweede generatie, dus mensen met een migratieachtergrond, het ook verschuldigd zijn aan de eerste generatie, maar inmiddels ook aan de tweede generatie die eraan zit te komen, om een antwoord te bieden op al deze uitdagingen. Want wat wij nu vooral merken in gesprek met vrijwilligers, met de ouderen zelf vooral, maar ook met al die mensen die bezig zijn om een antwoord te bieden, is dat het nog veel en veel en veel te langzaam gaat. Dat mensen afhaken en ondertussen de mensen ouder worden. Die aantallen waar we het over hebben, dat is niet meer iets theoretisch. Dat is nu de praktijk. En het bieden van duidelijke, heldere oplossingen in de vorm van een cultuurspecifieke zorg, dat zo langzaam gaat dat, dat mensen redelijk wanhopig beginnen te worden. Dank je wel voor deze hartekreet. Ik denk door veel mensen ook enorm herkend wordt dat er ontzettend veel te doen is, dat we een hele grote uitdaging hebben en dat als we niet gaan versnellen daarin, dat we met elkaar een groot probleem aan het organiseren zijn. Ik denk dat dat ook een mooie brug is naar een rondje panelgesprekken. Omdat we het digitaal met elkaar doen, kunnen we niet heel interactief op elkaar reageren. Dus wat we hebben bedacht is dat we steeds in duo's met elkaar in gesprek gaan. Dat is steeds iemand die een korte pitch geeft en een van de andere sprekers die daar een korte reactie op geeft. Als er aan het eind nog tijd over is, kunnen we ook nog een aantal vragen van u allemaal beantwoorden. Die kunnen dan weer even in de chat. En dan zorgen wij dat, mocht er tijd zijn, dat die vragen ook nog even aan het panel worden, bij het panel worden neergelegd. Maar nou ja, het is allemaal krap in de agenda, dus we gaan ons best doen om daar ook nog wat ruimte voor te houden. Dan wil ik graag voor het eerste duo nu het woord geven aan Andor Kwee, programmamanager ouderenhuisvesting bij de gemeente Amsterdam. The floor is yours. Als het goed is, kom je vanzelf in beeld als je de microfoon opent. Ja, dankjewel Leon. Inderdaad, ik ben Andor Kwee, dus zoals gezegd programmamanager ouderenhuisvesting bij de gemeente Amsterdam. Ja, en ik kan er wel even kort wat over vertellen, want eigenlijk de intro die gegeven is door Lucia en Peter Kruithof is heel erg herkenbaar. Ja, Amsterdam, we zijn ten eerste het goed om te weten dat wij zijn georganiseerd vanuit wonen, dus niet vanuit zeg maar de portefeuille zorg. We werken wel veel samen met de collega's zorg. En dat is omdat wat wij op de gemeente Amsterdam afzien komen, dat is wel leuk om even in te zoomen op één stad, denk ik. Er wonen nu ongeveer 110.000 65-plussers in de gemeente Amsterdam. En in 2040 zullen dat er bijna 180.000 zijn. Dus wat je op gemeente Amsterdam af ziet komen, zijn toch 70.000 extra 65-plussers. En daar zijn een aantal, als je dan wat verder inzoekt, is daar wat interessants aan de hand. Van die groei is het grootste deel van de groei komt vanuit mensen met een migratieachtergrond. Dus het onderwerp waar we het vandaag over hebben is heel relevant. Het is zelfs zo dat op een gegeven moment in 2040 het een groter deel van de mensen met een migratieachtergrond, westers en niet-westers in Amsterdam, dan zeg maar zonder migratieachtergrond. Hè? Dat zegt, geef maar even aan hoe belangrijk het onderwerp is dat we vandaag bespreken. En een ander deel is het aantal oude ouderen stijgt heel erg. 75-plussers. Dat stijgt nog harder dan het aantal 65-plussers. En we weten allemaal, die hebben meer zorg en ondersteuning nodig. Dus wat we doen vanuit het programma ouderenhuisvesting is proberen te zorgen dat er genoeg gewone ouderenwoningen zijn. Maar ook, en onder andere in samenwerking met allerlei zorgpartijen, dat er genoeg zorghuisvesting is.
Maar interessanter is wellicht nog de inzet op geclusterde of dat kun je ook gemeenschappelijke woonvormen noemen. Omdat ik denk dat dat ook veel perspectief kan bieden voor eigenlijk alle mensen die een soort van binding met elkaar hebben, groepen mensen. Hè. Dat kunnen mensen met een migratieachtergrond ook zijn natuurlijk. Ook als je van kunst of van nasi houdt, of wat dan ook, zeg maar. En wij denken zeg maar dat dat een deel van het gat tussen wat de echte verzorgingshuizen achterlaat kan opvullen. Maar ook als je het hebt over de personeelstekorten, als je kijkt naar de stad, dat bijvoorbeeld mensen beter voor elkaar kunnen zorgen. Dat mensen niet overal verspreid door de stad wonen. Dat is ook handig voor zorgaanbieders met de tekorten in de zorg. En wat heel interessant is dat is toch wel iets waar we in Amsterdam sowieso breed over nadenken, hoe je vraag en aanbod nou goed bij elkaar brengt. Hè? Want er wordt nu meer geclusterd gebouwd. Maar hoe zorg je voor die groepsvorming? We hebben onder andere Stichting Woonzaam die er heel erg mee bezig zijn. Maar dat zie ik echt als een kans, maar ook als een opgave voor de toekomst om daar meer op in te zetten. Ook omdat we weten dat steeds meer mensen thuis zullen thuis blijven wonen met ook zwaardere zorgbehoeften. En het verpleeghuis zal ook steeds meer een plek worden waar de verblijfsbehoefte steeds meer terugloopt. Dus dat is even het verhaal wat ik wil schetsen van waar wij mee bezig zijn. Wat ik denk zie als kans. Heel belangrijk wonen en zorgdomein meer met elkaar te verbinden uiteraard. Omwille van tijd moet ik misschien hier even bij houden. Dat is even perspectief vanuit de gemeente, een beetje vanuit de bakstenenkant. Dankjewel Andor hiervoor. Mijn vraag is aan Peter, onze eerste spreker, om hier uiteraard met het perspectief van de Rijksoverheid op te reflecteren. Peter. Ik ben ontzettend positief over hoe dat in Amsterdam gaat. Kijk, als Rijk kunnen wij niet centraal bouwen aansturen. Maar we kunnen natuurlijk wel gemeenten stimuleren om ervoor te zorgen dat er voldoende huisvesting in is. En ik denk dat de gemeente als Amsterdam heel goed de link legt tussen de bouwopgave en de zorgopgave. Ik denk dat dat in het verleden een vrij onderschatte vraag is. En dat je door slim te bouwen, enerzijds gewoon heel plat kan zorgen voor voldoende plekken. Maar er ook voor kan zorgen dat de zorgvraag mogelijk wordt afgeremd. Zodat er veel slimmer en beter voor elkaar kan worden gezorgd. En dat de inzet van het schaarse personeel, bijvoorbeeld door geclusterd te bouwen. Bijvoorbeeld de inzet van wijkverpleging ook veel efficiënter en beter kan worden vormgegeven. Dus ik denk dat ik zie dat als heel positief. Ik was er wel benieuwd hoe een stad als Amsterdam, waar de woningdruk zo hoog is, en de getallen die ik hoor ook van anderen, hoe je die twee trends gewoon heel praktisch bij elkaar brengt. Dat is misschien niet voor het vervolg of de digitale borrel, Leon. Ja, misschien wil Andor nog een korte kans geven om daarop te reageren, als hij dat wil. Ja, ik kan er wel op reageren hoor, want klopt natuurlijk absoluut. Ruimtegebrek is er met name in Amsterdam. De prijzen reizen de pan uit. En ik loop natuurlijk met mijn oudere huisvestingvlag, maar ik heb ook heel veel collega's die wonen met hun statushoudersvlag of kwetsbare doelgroepenvlag. En dat vind ik ook nog wel iets waaraan gewerkt moet worden. Dat is, ik spreek een beetje natuurlijk voor mijn eigen doelgroepen, maar wat ik vind is dat in de perceptie mag wel wat gedaan worden aan dat ouderen nog wel eens worden gezien als een extra doelgroep die om ruimte vraagt. En ik zie dat zelf wat anders, want ten eerste creëer je met bouwen voor ouderen niet extra vraag. Want het zijn voornamelijk mensen die ouder worden. Niet mensen die zeggen van, ik wil eens in Amsterdam gaan wonen. En daarnaast weten wij welk aantal ouderen zeg maar in te grote en ongeschikte woningen wonen. Dus A, je hebt de noodzaak. En B, je hebt zeg maar de kans voor doorstroming. Juist de hele prijsketen op gang brengen. En ik denk, in de perceptie is dat zo. Maar ik denk dat we als gemeente kan je beter meer alle doelgroepen, alle vraag, aanbod, situatie, het geheel zeg maar in kaart hebben. En op den duur zijn het ook, kan je niet iedereen meer ruimte bieden en wordt het een politieke vraag. Dus het is ook heel belangrijk dat je vanuit zorgaanbieders, zorgkantoor, heel duidelijk ook aan de gemeente kan schetsen wat dat vraagt van de gemeente. En wat de gevolgen zijn als je dat niet doet. Want uiteindelijk kunnen zij ook onder andere met andere overheden aan bepaalde knoppen draaien samen met partners, zeg maar. Hè? Dus ja, dat is eigenlijk een stukje lobby. Dat is ook heel belangrijk, denk ik, voor als wij straks een nieuwe gemeenteraad krijgen. Ja, dankjewel. Ja, we gaan in maart naar de stembus en dan zal alles rond ouderen en houdbaarheid en diversiteit daar ook vast lokaal op alle agenda's komen. Dan stel ik voor dat we naar het tweede duo gaan.
Degene die de pitch houdt is André Manak, inkoper langdurige zorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. Daarna zal ik vragen aan Lucia om daarop te reflecteren, maar eerst graag het woord aan André. Ja, goedemiddag, bedankt. Ik sluit aan bij de vorige verhalen, maar ik heb ook een beetje een eigen invalshoek gekozen. Ik ben van inkopers voor langdurige zorg, dus voor de verpleeghuiszorg, voor de locaties en ook zeg maar voor de verpleeghuiszorg die steeds meer thuisgegeven wordt. Maar het gaat ook om een kwestie van kunnen migrantenouderen kiezen. Een beetje persoonlijk verhaal van gemaakt. Ik kom uit de protestantse schippersfamilie en eigenlijk waren we altijd aan het varen. Op latere leeftijd gingen mijn ouders aan de wal in een stenen huis in Nieuwegein wonen. Een plek waar niet toevallig meerdere oudere schippersfamilies woonden. Als mijn ouders zorg nodig hadden, wilden zij, als het even kon, ontvangen van gelijkgestemden. Liefst van mensen die hun achterliggende leven kenden, of in ieder geval dit begrepen, of in ieder geval er open voor stonden. Maar zij hadden 15 jaar geleden, zover ik dat kon zien, wat te kiezen. Kunnen kiezen, dat is de vraag die voor mij vandaag centraal staat. Kunnen kiezen betekent niet alleen verscheidenheid in aanbod, maar ook weten wat je wilt als de situatie daar is. Dat betekent ook een zekere voorbereiding. Uit welke aanbieders kan er gekozen worden en welke vormen van langdurige zorg kunnen oudere migranten kiezen? Welke sluiten aan bij hun wensen als zij zorg nodig gaan hebben? En hoe weten zij dit? En weten de zorgaanbieders dit? Als zorgkantoor contacteren we alleen aanbieders. We contacteren dus geen zorg aan personen, maar we contacteren aanbieders die de zorg aan de WLZ geïndiceerde cliënten leveren. Via ons inkoopbeleid stimuleren we onder andere dat zorg zoveel mogelijk in eigen omgeving thuis plaatsvindt. En voor zover dat niet meer gaat, zijn er verpleeghuisplaatsen. Ook hier willen we dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënten, van de bewoners. We willen als zorgkantoor voldoende zorg voor verschillende groepen binnen de langdurige zorg. Maar nogmaals, we organiseren zelf geen aanbod. We willen als zorg. In sommige gemeenten zijn er verpleeghuislocaties voor mensen met een Indonesische, Chinese of andere migrantenachtergrond. Maar veelal door een eigen groep georganiseerd. Maar zijn dit genoeg? Of moet de zorg alleen inclusief zijn? Wetenschappelijke publicaties geven aan dat de vraag uit de groep oude migranten sterk zal stijgen. Maar ik persoonlijk zie dat. Hoor het niet zo terug in de gesprekken met onze aanbieders. Ook niet in de gesprekken met onze cliëntenorganisaties. Kennelijk is die vraag dringt moeilijk tot ons door. Maar het gaat nog iets verder. Als ik vraag aan zorgaanbieders met een migrantenachtergrond, zijn in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, zijn nog wat zorgaanbieders met een migrantenachtergrond die extramurale zorg leveren, of WLZ-zorg leveren, dan ga ik daar wel eens op in. En dan vraag ik van, goh, willen jullie niet gewoon een inclusieve, cultuur-inclusieve of specifiek met achtergrond overeenstemmende verpleeghuissetting ontwikkelen? Bijvoorbeeld voor je eigen vader en moeder. Ik wil het persoonlijk maken. En dan zeggen ze, nee hoor, die vraag is er bij ons niet. Wij doen het anders. En dan, ja, dan ben ik een beetje stil. En dan weet ik het ook niet zo goed. Kortom. Zorgkantoor staat erg op afstand. We kopen niet in voor individuen, individuele groepen. We hebben daar aandacht voor. Wat mij betreft wat te weinig aandacht. Meer in de grote steden dan in de landelijke gebieden. Maar het is echt onduidelijk van wat er nou moet komen. Dankjewel André. Op zoek naar de vraag. Dat is altijd goed. Dank ook voor je persoonlijke voorbeeld. Dan graag Lucia, jouw reflectie hierop. Ja, laat ik voorop stellen dat ik heel blij ben met je insteek, André, van de mogelijkheid om te kunnen kiezen, dat een hele belangrijke is. En ik herken ook heel erg wat je zegt, van als we in gesprek gaan met de groepen, met kinderen, met allerlei mensen, dat we niet altijd direct de vraag horen van wij willen per se iets van een... Een specifieke voorziening voor, of het nou de Chinese groep is, of de Kaapverdische groep, moslimouderen. En dat is inderdaad omdat nog heel vaak in migrantengezinnen wordt gedacht dat wij
het beste de zorg aan onze ouderen kunnen geven. Omdat dat een wens is, omdat dat ook... we worden opgevoed met dit is zoals het hoort en dit is wat je zelf wil. Daartegenover staat echter dat we in een tijd en in een samenleving leven waar dat niet altijd kan. Alleen daar kom je pas achter vaak als het al behoorlijk laat is. Als je eraan onderdoor dreigt te gaan. Ik denk wat heel belangrijk is, en dat is ook wat we doen als NOOM, dat je het gesprek hierover aangaat met de ouderen zelf, met hun kinderen, met het bredere netwerk, van wat is nou die beste zorg? En hoe kan je die zo lang mogelijk inderdaad zelf blijven bieden, maar voorkomen moet worden dat je overbelast raakt, dat het op een gegeven moment toch anders gaat lopen dan we allemaal zouden willen. En inmiddels wordt daarover nagedacht, zijn er initiatieven om toch antwoorden, passend aanbod te bieden, daar waar ouderen zeggen, of waar hun kinderen zeggen, van het is niet meer verantwoord of niet meer goed dat wij zelf die zorg bieden. Alleen de weg ernaartoe is zo ontzettend moeilijk. We zeggen heel vaak dat Nederland een moderne, maar ook een bijzonder complexe samenleving is. Dat geldt voor de ouderen, hè, als ze moeten kiezen en kijken wat er aan aanbod is. Maar dat geldt ook voor het opstarten en bouwen van nieuwe voorzieningen. Laat staan om zorg te kunnen leveren. Dus mijn pleidooi zou zijn, laten we allemaal kijken waar onze verantwoordelijkheid ligt, waar onze kracht ligt. En dan nog eens een keer gaan kijken, want wij zien dat er wel behoefte is aan, nou ja, wat wij noemen cultuurspecifieke zorg. Dus dat mensen met een gelijkgezinde, zoals jij het noemde, bij elkaar gaan wonen. Omdat het dan een stuk makkelijker is om allerlei dingen te organiseren. Maar vooral ook omdat mensen zich dan ook een stuk prettiger voelen. Dus als dat je uitgangspunt is, dan denk ik dat er misschien wel meer behoefte is dan dat er nu wordt uitgesproken. En ik ben heel blij met dat de gemeente Amsterdam ook, en er zijn er meerdere gemeentes die dat gaan doen, die bijvoorbeeld inzetten op dat geclusterd wonen, kijken hoe je dat kan organiseren. Wij missen daar wel nog een stukje de voorlichting naar de ouderen toe. En met name ook de voorlichting, dus niet alleen of die woonvorm dan goed past en of de zorg daar goed geregeld is, maar ook kunnen mensen dat betalen? Want dat is dus echt een hele, hele grote zorg bij migrantenouderen. Het feit dat er wel van alles is en van alles wordt gebouwd en alles, maar dat ze het gevoel hebben nog te vaak, ja, maar dat is niet voor ons of dat kunnen wij niet betalen. Dus je moet op meerdere terreinen aan de knoppen draaien, zou ik zeggen, om toch die vraag die er wel is, maar niet altijd wordt uitgesproken, en het aanbod, wat inderdaad nog veel te langzaam is, om die twee op elkaar af te stemmen. Ja, dankjewel. Het is dus meer dan, dat hoor ik jullie allebei zeggen, het simpel vraag goed te formuleren en te herkennen en te erkennen. En ook nog echt met elkaar leren wat voor aanbod daar dan bij moet en hoe je dat aanbod ook naar de mensen toe gaat brengen. Want dat is voor deze doelgroepen soms een andere opgave dan dat we dat misschien met elkaar gewend zijn. Met het oog op de tijd stel ik voor dat we naar het derde koppel gaan, duo gaan. Dat is Diane Noording, manager zorg. Karin Tregeland van WMO Maatwerkvoorzieningen. Daarnaast had ik Andor. Die hebben we al eerder gehoord van de gemeente Amsterdam, vragen daarop te reageren. Maar eerst graag de... En ook voor haar geldt, denk ik, als je gaat praten, kom je in beeld. En met een microfoon aan, wellicht. Dat gaat wel zo makkelijk, ja. Dankjewel, Leon. Ja, het is gelukt. Ja, Diane Noording, manager zorg inderdaad bij Karin Dregeland. En Karin Dregeland is een zorgorganisatie, zorg, wonen en welzijn in Midden-Twente, 14 Twentse gemeenten. Dat is ongeveer ons gebied, ongeveer 4.500 medewerkers. Dus wel van enige omvang. En we zijn zo ongeveer 10 jaar bezig nu om
ook eens naar binnen te kijken binnen die organisatie en te kijken hoe cultuursensitief, want zo noemen wij het ook graag, hè? Dus niet migrantenouderen of die doelgroep en die groep, nee, cultuursensitief, recht doen aan de cultuur van mensen, zijn wij nu eigenlijk als Karint Rechtland, want we vonden onszelf wel behoorlijk wit. We hadden heel veel witte medewerkers, autochtone medewerkers in dienst en vonden ook zo de cultuur, mensen uit andere culturen wat minder binnen onze zorg. We zijn 10 jaar geleden vanuit VWS mee gaan doen aan het landelijk leernetwerk interculturalisatie. Heette dat toen, volgens mij was zelfs Noom en Faros daar toen ook bij betrokken. En we hebben daar een aantal leerzame sessies gehad en hebben bedacht, wij moeten naar onszelf kijken en dit ons best gaan doen om die doelgroepen ook te gaan bereiken. Zij wonen in onze gebieden, dus waarom zien we ze zo weinig? Nou, dat heeft geresulteerd in de jaren daarna in allerhande pijlers binnen de organisatie. HRM ging meedoen. Wij hebben daar ook een stuurgroep op gemaakt. En daar is uitgekomen dat het IDA-label is ontstaan. Interculturele diensten voor en door anderstaligen heette dat toen. Omdat wij merkten dat bij cultuurspecifiek, daar waar de taal niet wordt gesproken en de cultuur echt anders is, vaak problemen in de reguliere zorg ontstaan. Nou, dat is uitgegroeid tot een groep van een kleine 70 medewerkers nu die allerhande talen spreken en culturen kennen, die geïntegreerd in de ambulante teams, en dat noemen we dan de maatwerkvoorzieningen, bij mensen thuis begeleiding geven, maar ook een expertise team zijn voor teams wijkverpleging, voor intramuraal, voor mensen binnen de WLZ, kunnen ook iemand uit dat team vragen om een stukje begeleiding binnen teams te geven bij interculturele cliënten. Maar we merkten binnen de WLZ, binnen onze verpleeghuiszetting, en zeker bij dementerende ouderen, daar ben je er niet mee. Want juist bij dementie, als je teruggaat naar je jeugd, de taal niet spreekt, de cultuur vreemd is, dan volstaat ook iemand uit een ambulant team niet die tips en trucs geeft. Dan heb je cultuurspecifieke zorg nodig. Hè? En ons motto is ook integraal waar mogelijk, maar specifiek waar nodig. Nou, daar hebben we binnen de gemeente Hengelo bijvoorbeeld al heel lang over gesproken. Ook samen met woningbouwverenigingen. Er zijn diverse pogingen geweest om cultuursensitieve woonvormen van de grond te krijgen. Vaak ging dat mis. Ergens in het proces kwam verwachting, aanbod, financiën, business case. Er was altijd wel iets waardoor het niet lukte. En toen hebben we binnen Karint Rechtland gezegd, maar wacht eens even, we hebben onze eigen verpleeghuizen en in Hengelo kwam nieuwbouw, laten we het nu eens gewoon gaan doen. En ik denk dat we kunnen dit zelf, we gaan het ook gewoon doen, maar we hebben daar wel partners bij nodig. Nou, en daarbij hebben we contact gezocht met IMEAN, Sevilay is hier ook in de groep aanwezig, want we moeten die doelgroepen wel horen, wat willen jullie, wat is er nodig, wat moet specifiek. Maar wat kan ook integraal? Want dat laatste vind ik ook belangrijk. We wonen met z'n allen in Nederland. Maar en met respect voor de cultuur wonen we wel in hetzelfde land. En moeten we, moeten we mensen ook vooral met elkaar in verbinding brengen. Nou, dat heeft geresulteerd in een initiatief in het Wolde in Hengelo. We hebben gezegd, we gaan gewoon een van de woongroepen beschikbaar stellen voor mensen vanuit een andere cultuur. Niet wetende of dat gauw zou lukken of we lang leegstand zouden hebben. We zijn het gaan doen. We hebben contact gezocht met de woningbouwvereniging, met IMEAN, met mensen met wijkkracht, met de welzijnsorganisatie, de mensen die met de interculturele mensen in gesprek zijn. En we hadden binnen no time een wachttijd, de wachtlijst, het zat vol. Dus de behoefte is er. Je moet gewoon ergens beginnen. Nou, wij gaan hier oefenen en we komen van alles tegen. Maar we hebben ook een plan voor de toekomst, want we vinden dit heel mooi en dat kunnen we zelf. Maar we gaan ook nog nieuwbouwen, meerdere nieuwbouwprojecten doen in de stad. En we willen eigenlijk het concept van een wereldhuis verder verkennen met partners in de stad. En dat je dus begint vanuit thuis wonen met wellicht dagbesteding naar uiteindelijk een WLZ-locatie waar je ook cultuurspecifiek kunt wonen. Dus dat is een beetje, mijn pleidooi is heb lef, begin ook gewoon en doe het ook. Want wij hebben ervaren dat de vraag er is. Goed, dankjewel voor deze pitch vanuit het oosten van het land. Dan maken we even de sprong weer terug naar Amsterdam. Ik ben benieuwd hoe daar vanuit de Amsterdamse praktijken mee om wordt gegaan en naar wordt gekeken. Andor, aan jou het woord.
Ja, allereerst, Diane, ik denk dat de kern is, bedankt voor dat verhaal, want ik denk dat, dat we als Amsterdam daar wat van kunnen leren. En met name in die verpleeghuissetting. Met name, ik vind het heel interessant dat jullie dat zelf hebben opgepakt en ook gewoon lef hebben getoond en het zijn gaan onderzoeken, volgens mij ook met vrij open vizier. En gewoon doen en kijken, weten we, kijken wat werkt. Vanuit wonen zetten wij, ja, dat is een beetje lastig aan de werelden. Hè? De zorgwereld is een beetje gescheiden van toch de wonenwereld, ook planologisch juridisch, zeg maar, en qua bestemming en dergelijke. Dus wij zetten ook vooral vanuit het programma waar ik dan over ga, vooral in op het zelfstandig wonen, ook op zorghuisvesting. Maar sowieso het verhaal kan ik meenemen, hè, naar het Amsterdamse van kijk eens wat ze daar in de Twentse regio hebben gedaan. Dat is al één. En twee is denk ik die betaalbaarheid in de gewone sector. Wij zorgen er ook voor met woningcorporaties dat ze zeg maar in die intentieverklaring die we hebben ondertekend staat ook dat er 1000 sociale geclusterde huurwoningen worden gerealiseerd binnen voor 2025 of in ieder geval aanbouw worden genomen. Dus dan zorg je ook dat de betaalbaarheid dat op zich goed komt of dat er in ieder geval genoeg betaalbaar aanbod ook is. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om ook als gemeente samen met partners concrete afspraken over te maken. En inderdaad waar ik ook nog even op aansloeg wat je zei is dat je zeg maar dat beeld krijg ik een beetje in mijn hoofd, hè, die ring van zelfstandig wonen met mogelijkheden voor zorg en dan eventueel ook echt een intramurale voorziening waar je op terug kan vallen, hè, die dan misschien wat meer buurtgericht is. En dat zie ik zelf wel als kans gezamenlijk. Dus ik denk wat dat geclusterd wonen betreft, dat de kans is om dat heel erg te gaan bundelen. En dat cultuursensitieve, en daar hadden we het ook in een voorgesprekje over. Eigenlijk moet je dat als satéprikker door je hele woon- en zorgbeleid doen. Als je het nou hebt over preventie, of over de sociale basis die je legt in de wijken, over voorlichting, het bereiken van mensen. Wij werken heel veel samen met verschillende stichtingen die zeg maar ook met de doelgroep, voor de doelgroep werken. Maar dat wat wij vandaag horen, dat wordt alleen maar meer en het wordt alleen maar belangrijker. Dus ook het in de praktijk leren en lef tonen en gewoon uitproberen wat jullie eigenlijk gedaan hebben. Dat is denk ik ook een heel belangrijke grondhouding. En alleen bedankt voor het delen voor de informatie. Dat is eigenlijk het belangrijkste dan in die zin. Ja, wat ik daar nog op aan zou willen vullen is, voor de korte termijn is het inderdaad, pak de kansen die zich voordoen. Hè? Want als je dan gewoon het zelf in de hand hebt, kun je het ook gewoon doen zonder ellenlange trajecten. Het moet voor de toekomst veel meer programmatisch aangepakt worden. En dat wereldhuis waar we het over hebben, dat is ook vastgelegd in de agenda wonen met zorg van de gemeente bijvoorbeeld. Waar partners zich aan committeren. En dat moet inderdaad daar ook vanuit beleid beginnen. Dat ben ik wel eens met een aantal mensen die ook vragen in de chat hebben gesteld. Goed, dankjewel Diane. En heel mooie initiatieven, veel kansen. Maar, en dat zag ik ook in de chat, inderdaad, toch ook nog wel de zorg voor versnippering. En de wens om een aantal knelpunten die eigenlijk iedereen tegenkomt, gezamenlijk te gaan slechten. Ik denk dat daar veel werk nog te doen is. Dan stel ik voor dat we naar het vierde en het laatste duo overgaan. Dat zijn Karin Dijkstra, associate lector verpleegkunde aan de Saxion Hogeschool. En na haar pitch vraag ik André, die al eerder een korte pitch heeft gegeven. André is van Zilveren Kruis, om daarop te reageren. Maar eerst Karin het woord. Ja, goedemiddag, dankjewel. Wij bij de Hogeschool Saxion en samen met de Hogeschool Winterzijn hebben een programma opgezet vanuit de provincie Overijssel, ondersteund vanuit de provincie, geheten In Twee Werelden. Dus check vooral de website straks even voor alle projecten die wij binnen Overijssel doen op dit gebied. Wil ik daar een paar dingen even uitpakken. Wij zetten daar met dat programma eigenlijk in op twee aspecten. Het ene is het verbinden van de domeinen wonen, zorg en welzijn. Dus echt die integrale aanpak en het delen van kennis op dit gebied via leernetwerken die wij proberen in te richten. Dus we hebben een reeks met webinars gehad. We gaan nu aan de slag met de dialoogtafels. Ook Vagel speelt hier een rol in. Dus we zijn eigenlijk aan het kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat we ook die vertaalslag van deze professionals binnen deze domeinen en de combinatie met het beleid maken. Dus dat is één van de doelstellingen van ons programma. En daarmee ook dus kennis uitwisselen tussen al die lokale initiatieven die in ons programma vertegenwoordigd zijn vanuit op dit moment de provincie Overijssel.
En anderzijds hebben wij een stuk van het programma gelabeld de zogenaamde Living Labs. Nou, dat is een beetje een hippe term. Maar waar het voor ons eigenlijk op neerkomt en wat echt de visie vanuit ons hele programma is, dat alles wat wij doen altijd samen met de ouderen is. Alles. Elk onderzoek, elk initiatief, elk gesprek. We willen gewoon die ouderen aan tafel hebben. Omdat wij denken, als je dan luistert naar wat er net gezegd werd over wat is dan de vraag. De vraag wordt niet gesteld, we hebben het niet helder. Wij hopen dan van deel van dat probleem eigenlijk te tackelen. En tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook een onderwijs- en onderzoeksinstelling. En proberen ook kennis te genereren over hoe moet je dit soort gesprekken aangaan. Hoe gaan we dit nou doen? Hoe kun je dit veel systematischer in gaan zetten? Om ook wederom te zorgen van hoe gaan we nou de kennis vanuit die lokale initiatieven eigenlijk vertalen naar de regionale initiatieven. En wat mij betreft daarna ook opschalen naar de nationale initiatieven. Zodat we veel beter met elkaar die meters kunnen maken waarvan de urgentie denk ik evident is. Dankjewel voor deze introductie. Dan nu graag vanuit André zijn reflectie daarop. Dan denk ik dat je microfoon misschien nog aan moet. Ja, we hebben het geluid staat zo aan. Ja, mooi. Bedankt. Twee werelden. Het spreekt me ook wel aan. Hè? Want als je inzoomt op de oudere migranten, dan zijn er zeg maar heel veel subgroepen en subgroepen. En ik had net over gelijkgestemden, gelijkgezinden. Maar het is ook best wel moeilijk. Ook Nederlanders, tussen Friesland en Limburg zitten grote verschillen. Dus we zullen op een gegeven moment ook met elkaar iets moeten doen. De tweede is van de lokale initiatieven. En ik denk dat dat misschien ook nog een tip is van in de WLZ. Hebben wij als zorgkantoor eigenlijk de opdracht gekregen om verbinding te zoeken met de woonzorgvisies in, van de verschillende gemeenten. Wat je ziet is zeg maar, dat er steeds meer regionaal en subregionaal een dialoog ontstaat. Die in eerste instantie nu nog zeg maar, tussen zorgaanbieders is, maar waar bij gemeenten betrokken worden. En waar ook, ja, als het goed is, andere stakeholders betrokken gaan worden. Zodat je op de subregio kijkt van welke zorg is nodig nu en over 20 jaar. En ja, de uitdaging is denk ik voor de migrantengroepen om ja, op daar manier, zeg maar, en dat is natuurlijk niet eenvoudig in het bureaucratische land, maar toch zeg maar daarmee de verbinding te zoeken. Dank je wel voor deze reactie, André. En ik vrees er al een klein beetje voor, maar we zitten aan de tijd. Dus dat betekent dat er helaas verder geen ruimte is op dit moment om breed met elkaar daarover in gesprek te gaan. Of uitgebreid met elkaar te spreken over de breakout sessies. We maken nu even de sprong naar een nieuw programmaonderdeel. Dat is de breakout sessies. Daar gaan we over een aantal minuten gaan we daarmee beginnen. Er is zometeen de keuze uit een tweetal breakout sessies die jullie nu in beeld zien. Maar we gaan eerst even kort pauzeren. Dus dat betekent dat we precies om 3:00 weer bij elkaar komen. En dan leg ik jullie kort uit hoe je de breakout sessie ingaat en hoe de rest van het programma eruit ziet. Dus nu even tot precies 3:00 een korte pauze om even wat te drinken te pakken. Goed, welkom terug allemaal. Ik stel voor dat we doorgaan. Ik neem jullie even kort mee in de rest van het programma. Dan weten jullie wat er nog aankomt. En ik zal even kort uitleggen hoe we richting de breakout sessies gaan. We hebben nu een tweetal breakout rondes achter elkaar. Het eerste half uur keuzes A en B die je hier voor je ziet. Dan komen we even plenair terug. En dan is er daarna de keuze voor een tweede ronde breakout sessies. Die duurt dan ongeveer die tweede ronde tot 4:00. En 4:00 komen we weer even plenair terug voor een gezamenlijke afsluiting. Dus ik hoop dat iedereen dan ook daar nog even terugkomt. Wat we nu gaan doen is dat er zometeen op het beeld een pop-up komt, net als bij de poll. En daarin kun je aangeven welke sessie van deze twee je wilt bijwonen.
Dat is gewoon aanklikken en als het goed is, ga je dan automatisch naar de sessie toe. Als dat nou niet gebeurt of niet lukt, bij sommige wat oudere computers voornamelijk, komt er geen goede pop-up. Kijk dan even in de chat, want dan staat er een uitleg hoe je alsnog zonder een pop-up bij de sessie kan komen. Als het nou echt helemaal uiteindelijk niet lukt, blijf dan even plenair hangen, dan gaan we je helpen. Maar ik verwacht dat het met de meesten wel lukt. Over een half uur komen jullie automatisch terug in het plenaire deel. Dus daar hoef je niks voor te doen. Die breakout sessie eindigt gewoon op enig moment. En dan zien we elkaar over een half uur daar weer terug. Als het goed is, komt nu de pop-up in beeld. Goed, welkom terug allemaal in de plenaire sessie. Als het goed is, is iedereen uit de breakout sessies weer hier. Ik zal u kort nog even meenemen wat we de komende 15 tot 20 minuten nog met elkaar gaan doen voordat we de sessie afsluiten. We hebben zometeen een poll die iedereen, zoals we aan het begin ook hebben gedaan, weer kan invullen. Ik ga onze keynote speakers van het begin, Peter en Lucia, vragen om daar een korte reflectie op te geven. En daarna hebben we nog tijd voor een tweetal vragen van jullie. Dus dat betekent dat als jullie nog vragen hebben aan Lucia of Peter, dat jullie die even in de chat kunnen zetten. En dan zullen wij er een tweetal van uitkiezen die we als slotakkoord van deze sessie nog aan hen voor zullen leggen. Maar we beginnen dus even met de poll en een reactie daarop. En de vraag van de poll is: iedereen is aan zet, maar welke stap moeten we als eerste zetten? Dus iedereen is aan zet, maar welke stap moeten we als eerste zetten? Neem even de tijd om het goed te lezen. Het zijn wat lange antwoorden. Ja, deze duurt denk ik ietsje langer, omdat het wat lang was. Ja, daar is die. Dus we hebben een duidelijke winnaar. Ik weet niet of je het zo moet zeggen. Wat is de eerste stap die gezet moet worden? Dat oudere migranten hoger op de agenda komen waar besluiten genomen worden. Met als goede tweede meer onderzoek nodig is. Ik denk dat die eerste hoger op de agenda daar waar besluiten genomen worden een mooi bruggetje ook is om het ministerie van Volksgezondheid te vragen daarop te reflecteren. Dus ik zou graag het woord geven aan Peter voor een eerste reflectie en daarna Lucia. Dat is een vrij. Hoop ik dat Peter zijn microfoon aan heeft. Ja, ik hoor je. Ja, dus het is eigenlijk voor mij nog best wel abstract daar waar besluiten genomen worden. Dus mijn eerste reflectie zou zijn, ja, dat geldt eigenlijk voor alles. Alleen over welke besluiten hebben we het dan? Dat vind ik nog wel een ingewikkelde. Uiteraard komen ze hoog op de agenda van de politiek als ze bij VWS ook op het netvlies staan. Daar is natuurlijk, is dit initiatief van vanmiddag volgens mij ook een hele goede. Alleen het gaat natuurlijk om heel veel type besluiten. Het gaat om besluiten bijvoorbeeld in zorgopleidingen, het gaat besluiten om het bouwen, het gaat om besluiten in huisvesting. Ja, en die moeten allemaal op andere agenda's volgens mij terechtkomen. Dus het is nog best wel ingewikkeld om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar het helpt natuurlijk wel als, denk zowel vanuit de Tweede Kamer als er vragen worden gesteld aan de politiek, als ook de kennis en expertise binnen de ambtelijke top of de ambtenarij, als die gewoon wordt vergroot. Dat is natuurlijk sowieso denk ik wel een hele belangrijke stap. En misschien durf ik ook wel te zeggen hier voor mezelf, denk ik dat binnen VWS de kennis op dit terrein nog wel een stuk kan worden vergroot. Dus dat is absoluut wel belangrijk, een manier om daar ook aandacht aan te geven. Ik ben even nog online. Dankjewel. Lucia, mag ik Peter nog één vervolgvraag stellen? Lucia, Peter, we zijn aan het formeren in Den Haag. Jij hoort wellicht meer dan dat wij horen. Een aantal sprekers heeft ook al aangegeven dat het een uitdaging is die over de domeinen heen gaat. Hè? Het is meer dan zorg alleen. Het is ook wonen, het is ook leefomstandigheden, het is soms ook mantelzorg. Heb jij er zicht op of er rond de formatie iets op tafel komt, rijksbreed, over de positie van ouderen en dan met name migrantenouderen?
Nou, het eerste natuurlijk sowieso. De positie van ouderen is denk ik een van de grootste uitdagingen in combinatie met het milieu en wonen en de post-corona vraagstukken van de formatietafel. Kijk, wat er op de formatietafel komt is heel veel. Of het heel specifiek ook gaat om oudere migranten, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat dat op de formatietafel eerder vertaald wordt naar wat we dan maar persoonsgerichte zorg noemen. Dus dat de zorg zo moet zijn, rekening houdend met ieders achtergrond. Ik denk dan dat niet specifiek migratieachtergrond wordt genoemd, als ik heel eerlijk ben. Tegelijkertijd denk ik wel dat cultuurspecifieke zorg wel nu en ook in de toekomst een groot thema wordt. Maar meestal is de formatietafel ook een wat abstract gremium. Dus dat komt wel in een regeerakkoord met een prachtige volzin. Maar daarna is het denk ik aan de politiek en de ambtenarij om daar specifieker invulling aan te geven. Dus ik denk dat het op die manier een beetje zal gaan. Goed, dankjewel Peter. Lucia, wat is jouw reflectie op de eerste stap? Laat ik vooropstellen dat ik inderdaad bang ben dat we niet meteen op de formatietafel, migranten, ouderen, specifiek daar genoemd zullen worden. Maar ik denk wel dat het gevoel van urgentie en dat we met ons allen aan zet zijn, dat die wel steeds groter wordt. En natuurlijk zijn we daar vanuit het NOM ook bij om samen met andere organisaties. Hè. We beginnen natuurlijk met VAROS. We beginnen met aankloppen overal in gemeentes waar we nog zien dat die urgentie te weinig wordt gevoeld, omdat migrantenouderen nog te weinig gezien worden, te weinig gehoord worden. En daarom wil ik ook graag attenderen op het feit dat wij de komende tijd met netwerkversterkers overal in het land aan de slag gaan, juist om die stem van de migrantenouderen beter hoorbaar te maken. Maar ook juist om al die mensen, initiatieforganisaties die een rol kunnen spelen, om die maar aan elkaar te verbinden, zodat die gemeentes ook een duidelijk aanspreekpunt hebben. Peter, ik hoop toch echt van harte dat je daar waar je daar invloed op hebt, toch ervoor kan zorgen dat migrantenouderen wel genoemd worden. Want het kan gewoon niet zo zijn dat er ook een strategieagenda dementie wordt gemaakt, wordt vastgesteld voor de komende 10 jaar... en dat daar geen specifieke aandacht is voor migrantenouderen bijvoorbeeld. Terwijl het gaat om wonen en zorg, dit een van de meest urgente zaken is die door ons, door de vrijwilligers, maar door de ouderen zelf ook wordt gevoeld. Dus mijn oproep is eigenlijk aan ons allen om nog harder ons best te doen om te zorgen dat die urgentie wordt gevoeld, dus dat het hoger op die agenda komt. Goed, ik geef zo Peter nog even de kans om op de dementiestrategie te reageren. Ook even naar jou terug. Hè. Je zegt, het is belangrijk dat we netwerken gaan vormen, dat we organisaties aan elkaar gaan binden. Wat wil je ons meegeven? Heb je daar een advies over? Wie is daar een natuurlijke partij om daar misschien wel het oliemannetje in te gaan vormen? Ik denk dat de komende tijd daarnaartoe moeten werken om tot een soort landelijk netwerk te komen. Want we hadden het net over in een van de outbreak-rooms van bijvoorbeeld in de regio Hengelo, Zwolle, heb je dat al. Maar dat is één regio. Het moet overal in het land gebeuren waar grote groepen migranten ouderen wonen. Dus laten we elkaar de komende tijd gaan opzoeken. En dat kunnen wij niet als NOM alleen. Hè. Dus ook daar hebben we zeker VAROS. Ik kijk jullie heel rechtstreeks aan. We hebben hier met elkaar al eerder over gesproken hoe goed het is als je de kennis die er is samen met de mensen die al hiermee bezig zijn aan elkaar kan verbinden. Laten we hier snel een vervolgafspraak maken, zou ik zeggen. Goed, dan dank. Ik als vertegenwoordiger dan maar even van VAROS herken deze ook hoor, voor onze rol. Dus ik denk dat we dat erg herkennen. Peter, er was ook nog Lucia noemde ook nog de dementiestrategie en de positie daarin voor migrantenouderen. Hoe kijken jullie daar vanuit het ministerie naar?
Nou ja, eigenlijk tweeledig. Want aan de ene kant, ik denk dat Lucia daar gewoon ook wel een punt heeft. Hè? Dus je kijkt bij de totstandkoming van de strategie, of in ieder geval in de teksten die naar de Kamer zijn gegaan, had er misschien best wel op dat punt meer specifiek deze doelgroep benoemd moeten worden. Dus dat is denk ik een terecht punt. En het, misschien illustreert dat nog wel dat kennis en kunde daarover binnen VWS gewoon nog beter moeten. Dus daar ben ik gewoon heel eerlijk in. De andere kant is wel dat wij als ministerie en misschien ook wel als politiek een beetje terughoudend zijn in het benoemen van allerlei specifieke doelgroepen. Dus wij kiezen ook wel bewust voor woorden als meer persoonsgerichte zorg, waarbij de zorg rekening houdt met ieders achtergrond. Hè? Of het nou Nederlands is of een migrantenachtergrond. En zorg eigenlijk via kwaliteitskaders op die manier toegesneden moet zijn op ieders eigenlijk specifieke wensen en situatie. Omdat je anders heel vaak in discussies verzandt over allerlei doelgroepen die om aandacht vragen. Maar dat neemt absoluut niet weg mijn eerste punt, dat Lucia terecht een punt heeft, dat deze doelgroep wel in het denken, in het beleid nog extra aandacht behoeft. Dus dat ben ik helemaal met haar eens. Goed, dankjewel voor deze reactie, Peter. Zoals ik aan het begin zei, is er nog een kleine ruimte nu voor interactie vanuit, ik zou bijna zeggen, de virtuele zaal. Dus dan ga ik graag even over naar mijn collega Roshni, die mee heeft zitten lezen in de chat. Zij zal daar een vraag aan jullie uitpikken. Dus Roshni, ik denk als jij gaat spreken, dan kun je de vraag stellen. Ja, er zijn heel veel mooie vragen gesteld in de chat en ook al gelijk antwoorden gegeven en tips. Peter, een vraag aan jou. Kunnen we laten zien, en deze vraag komt van Carolien, kunnen we laten zien dat met de urgentie van migrantenouderen wat hoger op te zetten, dat dit kosten gaat besparen? Peter. Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Om een causaal verband te leggen tussen de besparing van kosten en het specifiek aandacht geven aan deze groep. Ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Ik weet ook niet of dat het uitgangspunt moet zijn. Ik denk dat je moet kijken, zorg breed, hoe je kan aansluiten bij de behoeften van mensen, ook met een migratieachtergrond. En hoe je ervoor kan zorgen dat er inderdaad door sociale netwerken of door slim te bouwen voorkomen wordt dat er te snel naar zwaardere vormen van zorg wordt gegrepen. En dat uiteindelijk kosten bespaart. Maar of je specifiek door beleid te voeren op ouderen met een migrantenachtergrond kosten bespaart, lijkt mij een ingewikkelde. Nou ben ik geen onderzoeker en er zitten er wel een aantal in de zaal, dus, of in de virtuele zaal. Misschien dat die daar wel ideeën over hebben. Het lijkt mij een hele ingewikkelde eigenlijk. Ja, nou, Roshni is er zelf een van hoor. Ik was even benieuwd, Lucia, op deze vraag. Jij komt ook veel in het veld, spreekt veel migranten. Denk jij dat er mogelijkheden zijn om met slimmer beleid zowel tot betere zorg te komen als tot deels ook goedkopere zorg? Ja, dat denk ik zeker. Kijk, daar waar mensen zich gelukkiger voelen, zich prettiger voelen, minder eenzaam, dat resulteert meteen in hun gezondheid, in hun gebruik van zorg. Dus alleen heel vaak wordt bij onderzoek niet zo heel breed gekeken naar alle samenhangende kosten, maar wordt er alleen maar op één aspect gefocust. Hè? Binnen één specifiek departement wordt er gekeken wat het kost of wat het bespaart. Terwijl als je over alle terreinen heen zou kijken, dan denk ik het wel. Alleen, dan moet je niet wachten tot mensen 75 zijn of 80. Dan zou je veel eerder moeten kijken. Daarom pleiten wij bijvoorbeeld ook voor programma's als Sociaal Vitaal in Kleur, waar 50-plussers met een migratieachtergrond al worden geactiveerd, worden gestimuleerd om te gaan bewegen, om waar ze voorlichting krijgen. Dus waar ze het gewoon ook leuk met elkaar hebben en waarin je dus ook gesprekken kan aangaan over wat wil je als je nog ouder bent en zorg nodig hebt, wat zijn je wensen? Dus dan kan je dat soort dingen al veel eerder bespreken en daarop voorsorteren. En op de langere termijn levert dat winst, gezondheidswinst, maar ook echt winst op, denk ik.
Goed, dank jullie voor deze reactie. Er is nog ruimte voor één afsluitende vraag. Ga ik toch weer even naar mijn collega Roshni, die mee heeft gelezen, om de vraag te stellen. Roshni. Ja, deze vraag dan voor Lucia. Het zijn niet specifieke vragen, maar dat vul ik even in. Dit is een vraag van, of een opmerking eigenlijk van Sefilai Luiken. En zij zegt, gemeenten zien de urgentie nog niet in. En spreken vaak over doelgroepenbeleid. Zou daar een verandering in moeten komen, zowel lokaal als landelijk? Deze vraag is aan Lucia. Om mee te starten, ja? Ja. Herkenbaar. Een gemeente Utrecht bijvoorbeeld, die zegt van wij hebben niet eens ouderenbeleid, laat staan migrantenouderenbeleid. Maar inzichten die er nog niet zijn, kunnen wel komen. Hè? Ik bedoel, Rotterdam was een aantal jaren geleden ook ondenkbaar dat er voor migrantenouderen allerlei specifieke dingen zouden komen. Op het moment dat het je lukt om die specifieke behoeften duidelijk zichtbaar te maken en dat je ook als ervoor zorgt met elkaar dat je als aanspreekpunt zichtbaar bent en de samenwerking aangaat, lukt het wel om hele specifieke voorzieningen en zaken voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat het ook echt aan ons is om de krachten te bundelen en vervolgens ook samen met alle andere partijen naar die gerichte oplossingen te gaan zoeken. En hoe je het dan noemt, of je het ouderbeleid, migrantenouderbeleid, specifieke, ja, dat maakt denk ik dan veel minder uit. Maar het begint met, denk ik ook, dat wij die samenwerking opzoeken en net zo lang blijven aankloppen totdat men er niet omheen kan. En is dat dan nog één vraag hierop. Zeg maar, is dat dan ook aankloppen bij de politiek? Want Bernadette de Haan die zegt dan, in hoeverre is het gemeentelijk beleid afhankelijk van politieke grillen en kleuren? Als laatste. Ja, ook. Maar ik geef maar een voorbeeld. Eergisteren stuurden wij als NOM een brief naar de Kamer in verband met het AOW-gat van migrantenouderen. In dit geval ging het specifiek om de Surinaamse doelgroep. Wij sturen het naar bijna alle politieke partijen, waaronder de VVD. En daar verwacht ik eigenlijk nooit een antwoord op. En toch was de VVD de eerste die reageerde persoonlijk van, hey Noom, misschien moeten we eens met elkaar in gesprek. Nou, die uitnodiging nemen we meteen aan met beide handen. Want inderdaad, je kan het niet voor elkaar krijgen als je de politiek niet meekrijgt. Dus ga het gesprek aan, benut alle mogelijkheden. Goed, dankjewel. Peter, politiek en doelgroepen, je hebt er net al iets over gezegd. Ik wil je nog kort de kans geven of je hier nog iets aan toe wil voegen. Nou ja, misschien heel kort. Ik vroeg me even af of we het over de gemeentelijke politiek hebben of over de landelijke. Maar ik neem aan allebei. De vraag. Allebei, hè. Ik denk dat de politiek enorm van invloed is op dat debat, ja. Ik denk ook dat dat heel gevoelig ligt om het specifiek over doelgroepen te hebben in de politiek. Want er roept altijd hele heftige reacties op. Dat tegelijkertijd, ik denk, dus dit webinar heeft me daar ook wel weer nog weer meer inzicht in gegeven. Dat het ontzettend belangrijk is om ook via de politiek dat debat goed te voeren. En gewoon te onderkennen dat er specifieke doelgroepen zijn, zeker met de migrantenachtergrond, waar gewoon ander type zorg voor nodig is die gaat werken dan het generieke aanbod wat we hebben. Daarbij wel de kanttekening dat ik wel vind dat we in Nederland al wel heel veel rekening houden met diversiteit. Dus het kan altijd beter, maar ik denk nog steeds dat in de zorg wel ook heel veel dingen heel goed gaan. Maar jullie pleidooi is helder en wordt zeker gehoord, dus dank daarvoor. Goed, duidelijk verhaal, Peter. Dan is onze tijd bijna op. Rest mij om Peter, jou en Lucia te bedanken voor jullie bijdrage. Dat geldt ook voor alle andere sprekers, zowel in de duo's die we eerder hadden als in de breakout sessies. Dank jullie allemaal. Volgens mij kunnen we concluderen dat vraagstukken rond oudere migranten ons nog wel even bezig zullen houden. Er zijn grote uitdagingen, maatschappelijk en de zorgvraag, ook de persoonlijke welbevinden en leefbaarheid. Maar er zijn ook kansen en die hebben we vandaag gelukkig ook voorbij zien komen. Er zijn zowel in de sessies als in de chat meerdere verbanden gelegd. Ik zie mensen die elkaar melden dat ze elkaar gaan opzoeken.
En in gedachten, wat Lucia zei, is dat denk ik ook een van de dingen die moet gebeuren. Namelijk dat we met z'n allen aan zet moeten. En er is niet één partij waar dit probleem ligt. Ik denk dat het alleen maar oplosbaar is als we met z'n allen daarvoor de komende jaren keihard aan de slag gaan. Want de urgentie is groot en is evident. Pharos gaat dat ook doen. Wij zullen daar de komende jaren onze kennis blijven inbrengen en daarmee ook vergroten. En we zullen voor jullie allemaal ook een kritische vriend blijven en zorgen dat er momentum in deze beweging blijft. Dat hebben we gedaan en dat zullen we blijven doen. Dat denk ik voor dit moment. Dan rest mij toch nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Zoals ik al eerder had gezegd, er is een opname gemaakt. Die zal geëdit worden. Die wordt naar jullie toegestuurd. Alle PowerPoint-presentaties zullen ook naar jullie worden toegestuurd. En Fatos maakt nog een blog die jullie ook gaan ontvangen. De laatste mededeling is zometeen in de chat. Komt er een link naar een evaluatieformulier. Als je de energie nog hebt, we hopen dat graag, want daarmee maken we onze sessies beter. Dat jullie nog een paar minuten de tijd nemen om die in te vullen. Dus vanuit ons hier in Utrecht, dank voor jullie deelname en allemaal tot snel.